aanmelding gehad via de website. Inmiddels ook bijna 300 mensen zijn binnengelopen. Dus als dat 5000 mensen zijn vandaag tijdens FestiJam aanwezig. Wat ze hier kunnen verwachten? Heel veel kleding wat past bij hun religie, maar ook in Nederland. Dus wat kan wel gedragen worden in Nederland terwijl je werkt, maar toch een tintje religieus. Dus er zijn talloze sjaals in alle kleuren en modellen en alle stoffen. En ook heel veel kleding. De een meer bedekt, de ander minder bedekt. Maar er is voor iedereen wel wat. Het algemeen FestiHijab is niet gericht alleen op vrouwen met hoofddoek. Want er lopen ook heel veel vrouwen zonder hoofd de grond, ook mannen. Het is gewoon een festival en mijn winkel richt zich op mensen die zich gewoon een beetje exclusief, maar een tientje religieus aan willen kleden. Dus ook vrouwen zonder hoofddoek zijn natuurlijk moslim. Ik ben gekomen voor mijn moeder, ze wil heel graag kijken. Dit is meer een plek waar voor mensen die hoofddoek dragen. Dit is niet echt iets voor mij. Maar het is wel heel gezellig en ik kom ook voor het eten. She got her hair covered, that means you can't judge her. She got class, she don't flirt, she don't exchange numbers. Is she a boss, she ain't rolling with these. Moderne moslima, ik weet ook niet wat dat betekent. Ik weet ook niet wat ze ermee bedoelen. Maar misschien moslima's die een beetje ook zichzelf hebben bewezen in de maatschappij. Deelnemen aan de maatschappij. Ik vind het heel erg leuk. Heel divers eigenlijk. Het is ook niet alleen bedoeld voor moderne moslimgezinnen, maar meerdere mensen. Je hoeft ook niet per se een hoofddoek te dragen om hier te staan. Kijk naar mij. Verder, ja, wat kan ik nog meer geven? Het is heel leuk, want er zijn ook mensen uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland. We merken nu achteraf gezien dat de locatie ook klein is. Dus we hadden ook niet verwacht dat zoveel bezoekers zouden komen. Dus deelname is super. Er zijn ook moslimvrouwen zonder hoofddoek. Maar die willen zich ook een beetje bedekt aankleden. Zoals een beetje bedekte hals, lange mouwen. Nou, daar is onze festival en onze winkel ook op gericht. Dus het is voor vrouwen met hoofddoek, maar ook zonder. Kan iedereen hier wel wat vinden. Kreeg klanten vanuit België, Groningen, Duitsland. En alle kanten van Nederland. Dus ik dacht, waarschijnlijk moet het groter. Het kan groter. En ik ben na een anderhalf jaar in Delft gewerkt te hebben, in combinatie met docent zijn, ben ik verhuisd naar Rotterdam. Nu derde jaar in Rotterdam. Ik geef geen les meer, ik werk fulltime in Rotterdam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı, uğurlu eylesin inşallah.